Het werk in de zorg vind ik heel erg leuk. Je hebt veel contact met mensen, wel kortdurend, maar je kunt in die korte tijd echt het verschil maken. Ik ga met een voldaan gevoel naar huis wanneer ik aan het eind van de dag het gevoel heb gehad dat mensen die bijvoorbeeld met veel spanning hier naar het onderzoek komen, uiteindelijk met een lach de deur uitgaan. Hartfunctielaborant is een hele uitdagende functie. Je werkt zelfstandig, je hebt veel verantwoordelijkheid. Je hebt veel contact met de patiënt, wel kortdurend, maar je bent een hele belangrijke schakel in de cardiologische zorg. Als algemeen hartfunctielaborant maak je ECG's, doe je fietsenergometrie testen en sluit je holtes aan. In 2 jaar word je basis hartfunctielaborant. En daarna kun je ervoor kiezen om een specialisatie te doen. Er zijn 4 specialisaties. Hartkatheterisatie, pacemaker technici, holte-analyse of echocardiografie. Het is een duale opleiding, dus je kunt het vak leren terwijl je ook aan het werk bent. Je past gelijk toe in de praktijk wat je leert en dat is fantastisch. Echocardiografisch onderzoek houdt in dat we naar het hart kijken door middel van ultrageluid, waarbij we verschillende structuren in beeld brengen, zoals de kamers, de boezems, de kleppen en nog wat grote vaten. In de hartkatheterisatiekamer implanteren we pacemakers en voeren we het onderzoek hartkatheterisatie uit. Dan gaan we met een slangetje richting de kransslagaderen. Daar spuiten we contrastvloeistof in en daar maken we opnames van met behulp van röntgen. Om zo vernauwingen in de kransslagaderen vast te leggen. Als pacemaker-technicus zijn wij dus bij de implantatie van zowel pacemakers als loop recorders. En daarnaast controleren wij die pacemakers en die loop recorders na die tijd op de poli. En daarnaast doen wij ook nog ICD's controleren. Tijdens de controle hebben we eigenlijk intensief contact met de patiënt, waarbij we dus een geheel gegevens aan data van die pacemaker of ICD krijgen. En dat interpreteren en aanpassen waar nodig om de patiënt beter te maken. Als holte-analyst analyseer je een 24 of 48 uurs ECG. En dit beoordeel je op ritme- of geleidingsstoornissen. Hier maak je een verslag van en dat wordt vervolgens naar de cardioloog gestuurd. Nou, waarom ik dit vak eigenlijk ben gaan doen is omdat het zowel medisch heel erg interessant is als technisch. En die twee die kunnen we ontzettend goed combineren. Omdat we ontzettend zelfstandig bezig zijn en een hele goede toevoeging zijn voor de cardioloog. Met daarnaast intensief contact met de patiënt. Dat maakt dit gewoon een ontzettend leuk vak.